Ik denk dat het aankomt op een persoonlijk geloof, maar dat is iets anders dan een individueel geloof. Een persoonlijk geloof dat je in de gemeenschap van de kerk ontvangen hebt en dat je samen mag dragen, beleven en uitdragen. Want dat is iets anders dan een individuele route. Dus persoonlijk betekent je eigen hart erbij betrekken. Als je nou een gespreksgroep hebt over een geloofsthema, dan kun je niet zo makkelijk zeggen, ik sluit me bij de vorige spreker aan. Dan moet je ook zeggen, en wat zeg jij nu van het geloof? Wat is jouw band met de Heer? Heb jij ervaring met gebed? Nou, dat is in het kerkelijk leven steeds zo. En zeker als we de gewoonte achter ons laten van iedereen is katholiek of niemand doet er meer iets aan, dan hebben we nu de kans om met de Heer, het is net Pinksteren geweest, dat we de afgelopen weken ook mogen beseffen in kracht van de geest, ik ben met u alle dagen. Nou, dat is ook als je op weg gaat met de jongeren, dat is ook elke keer het initiatief van de WED, waar het ook gehouden wordt. Het is een directe lijn met het evangelie. En dat vraagt ieders hart. En dan maak je dus niet altijd het verschil, maar in gezamenlijkheid ben je wel de kerk die je ook in deze tijd dan mag leven en mag uitdragen wat de Heer ter harte gaat.